Nee, ik kreeg het vanochtend te horen, maar ik wist natuurlijk wel dat de eerste keer spelen, 2 dagen maar ertussen en dan een Champions League wedstrijd. Daar had ik al wel wat in mijn achterhoofd rekening mee gehouden, maar vanochtend kreeg ik het definitief te horen. Ja, en dan gaat het ook heel veel over die schouder die er niet bij is. Heb je al enig zicht op hoe ernstig het is? Ja, ik denk niet, maar ik ben geen dokter, hè. Dus ik denk niet zo ernstig. Nee, maar hoe kijk je naar die belasting ook en die intensiteit bij spelers, data? Hoe hou jij die ook allemaal bij? Want daar gaat het natuurlijk de laatste maanden ook heel veel over. Hij is natuurlijk ook knetterdruk geweest. Ja, heeft dat er heel veel mee te maken, denk je? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Dat is logisch. En ja, ik hou me wel met data bezig, maar weer niet op die manier. Dus nee, dat valt wel mee. Nee, en zoals Boskalli net zei, je hebt overal goede spelers voor. Vertrouwen dat die het ook kunnen. Hoe merk jij dat de overtuiging er is inderdaad bij alle spelers? Van nou ja, oké, als er eentje wegvalt, ook al is het Schouten, ook al is het Veerman, we kunnen het toch doen. Nou, kijk alleen naar de competitie. Daar hebben we gewoon 9 gespeeld, 27. Ja, maar Champions League is natuurlijk een iets ander verhaal. Misschien voelt het ook anders. Nee, maar dat is natuurlijk anders, hè. Het niveau is hoger, veel hoger. Het hoogste niveau wat er is, denk ik. Maar goed, we hebben laten zien dat we Juventus hebben slecht gespeeld. En ik vind dat we Sporting Portugal goed gespeeld hebben. Nou, dat waren wel 2 uitersten. Ja, en je wil hier niet alleen maar van leren natuurlijk. Je hebt veel jonge spelers, maar je wil hier ook wat bereiken. Hoe kan je resultaat halen? Nou, je moet resultaat halen. De stad is natuurlijk niet makkelijk. Ik heb net die 2 clubs genoemd. Daar komt nu Sporting, of daar komt nu Paris bij. He, dat zijn goede clubs. Maar je probeert links en rechts al wat punten mee te snoepen. En straks in die andere wedstrijden moet je toch kijken of je dat minimum aantal punten kan halen om die eerste ronde te overleven. Want daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Dat geldt voor ons. Kijken of je bij de eerste 8 kan komen is niet reëel. Nee, maar waar liggen hier de kansen? Ik bedoel, Luis Enrique heeft Luc de Jong natuurlijk ook genoemd in zijn persconferentie. Ja, nee, maar weet je, als ik ook naar vorig jaar kijk, denk ik niet. Arsenal uit hebben we het niet goed gedaan. En alle andere wedstrijden hebben we gewoon meegevoetbald. Ook in de Champions League. En als je de grote wedstrijden in Nederland gezien hebt, ja, die hebben we ook allemaal gedomineerd en meegevoetbald. Dus we hebben gewoon kwaliteit. En het is aan ons om dat ook hier eruit te krijgen. En dat zal natuurlijk op een andere manier moeten, omdat je bepalende spelers in je elftal mist. En dan ga je kijken welke kwaliteit hebben de jongens die er wel bij zijn. En dan ga je je elftal formeren. Ja, hoe kijk jij ernaar dat de fans inderdaad vrij laten horen hebben gekregen dat ze hier niet welkom zijn en dat ze dus allemaal thuis moeten blijven? Ja, dat is een slechte zaak. Een belachelijke zaak zelfs. Ik ken natuurlijk niet alle ins en outs, dus kan ik er ook niet te veel over zeggen. Maar het is gewoon hartstikke jammer dat je bij het mooiste toernooi wat er is op voetbalgebied, hè, als het om clubvoetbal gaat, dat dan je fans daar niet bij mogen zijn. Wij als spelers kijken er naar uit, maar die mensen ook. En dan mag je hier vanavond niet aanwezig zijn. Dat is niet zoals het hoort. Dank je. Ja, goedemiddag. Kwam er nog een bijzondere herinnering boven toen je hier het stadion binnenkwam? Ja, ik heb hier zelf een paar keer gevoetbald, maar dat was heel lang geleden. Toulon? Met Toulon. En ik heb hier ook 2 keer met Lyon gevoetbald. Ja, en iets... wat het navertellen waard is? Ja, we hebben hier wel een aparte wedstrijd gespeeld. Ja, de hele wedstrijd met 1-0 voorgestaan, uiteindelijk met 2-1 verliezen. Uiteraard was dat niet goed wat daar toen gebeurde. Ik kan daar niet over uitweiden, want dan ga het maar eens opzoeken wat daar gebeurd is. Ik ben de scheidsrechter. Nou goed, daar gaan we maar niet in dan, Peter. Zoek het maar eens op. Met wat voor gevoel ben je nu hier na die wedstrijd van zaterdag? Want dat was natuurlijk een wedstrijd met 2 gezichten. Hoe doe je dat de goede kant op bij je spelers, zodat er een goed gevoel mee komt? Nou kijk, we wisten dat we een zware wedstrijd gingen spelen. Hè? Voor ons Eredivisie tegen de nummer 3 AZ. En als je ziet hoe wij die wedstrijd begonnen zijn, geeft dat gewoon heel veel vertrouwen. He, want we hebben die wedstrijd meteen gedomineerd, in de hand genomen. En natuurlijk werden we geholpen door een hele snelle rode kaart. En als je dan ook nog snel weet te scoren, dan is het eigenlijk al geen wedstrijd meer. Dus daarna was het een heel vervelend kijkspel. Maar ook een beetje begrijpelijk, dus? Ja, ik vind van niet. Maar goed, dat een beetje? Zelfs een beetje niet.
Mensen betalen ook een kaartje in Alkmaar en die moeten gewoon ook een PSV daar zien, vind ik, die gas geeft. Maar goed, dat is dan op een gegeven moment niet meer gebeurd. Maar wat voor mij dus belangrijk is, dat we hebben laten zien in het begin dat we er weer staan. En dat we gewoon weer goed voetbal spelen. Sindsdien twee tegenvallers. De een is Jerry Schouten. Ironisch gezien heeft hij natuurlijk net een wat rustiger periode gehad. Kan dat nog met elkaar te maken hebben? Dat je dan uit het ritme gaat? Nee, dat heeft daar in mijn ogen niks mee te maken. Nee. En Karsdorp, je zei al dat niet als een grote verrassing kwam bij jou. Heb je dan nog spijt als je naar jezelf kijkt dat je hem er wat eerder af had moeten halen? Ja, maar als je bij die wedstrijd bent geweest en je zag wie daar op het veld stonden, dan moesten er nog een paar... Je had 5 keer gewisseld op een gegeven moment. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Want ik had natuurlijk er ook voor kunnen kiezen om hem dan eraf te halen. Maar ook die andere spelers die ik eraf moest halen, daar zit wel een gedachte en een reden achter. En het feit dat ik een aantal op het veld liet staan die ik misschien had willen wisselen die tweede helft, geeft gewoon aan dat je met beperkingen wat dat betreft zit. Ja, wat geeft dat dan, die lood in die wedstrijden aan, dat je 5 keer mag wisselen en dan nog iemand moet laten staan die je eigenlijk bij voorzorg had willen wisselen? Ja. Speelt dat dan morgen ook nog een rol? Of speelt het vooral een rol in dat je een puzzel moet leggen wie er gaan spelen? Beide. Hè. We moeten die puzzel leggen, met name op het middenveld natuurlijk. Maar er zijn ook een aantal jongens die ook morgen niet die 90 minuten zullen maken. Dus daar moet je over nadenken. Maar dat zullen er niet zoveel zijn als tegen AZ. Heb je een type die kan doen op het middenveld wat normaal Veerman of Schouten daar doen? Nee, maar daar zijn we ook niet naar op zoek. Je gaat dus kijken welke jongens heb je wel beschikbaar en hoe gaan we daarmee spelen. En doet dat iets met het vertrouwen van jou, of misschien nog wel belangrijker van je ploeg, naar zo'n hele belangrijke grote wedstrijd toe? Nee, maar ik roep altijd al, we hebben niet 11 basisspelers. We hebben er echt meer. En ik denk dat juist de brede selectie, de kwaliteit van die brede selectie bij ons geroemd is. Nou, dan gaan we morgen het andere jongens laten zien. Nou, hele wedstrijd 1-0 achter morgen en dan 2-1 winnen aan het einde? Dat zou geweldig zijn. Teken ik voor. Dankjewel. Zoek het maar op. Ja. Peter, heb je die puzzel gelegd op middenveld? Nee. Ben je nog niet uit? Nee. Spannend. Ook voor jou. We hadden een aantal jongens waarvan ik vanochtend eerst wilde horen hoe staat het daarvoor. Nou, dat hebben we meegekregen op de reis hier naartoe. Waarbij Rick helaas natuurlijk is weggevallen. Dus we gaan kijken hoe we dat nu met de overige spelers gaan doen. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen, als ik je zo ken, in je speelstijl, dat je veel gaat aanpassen aan je systeem en aan je speelstijl. Je kan je aanpassen een beetje. Nee, maar ik pas me altijd aan, iedere wedstrijd. Hè, dat zeg ik wel vaker. Ja. Ik pas me altijd aan. Maar je hebt een bepaalde filosofie en die filosofie die wil je handhaven. Maar je moet natuurlijk wel kijken welke spelers heb je en je moet kijken tegen welke ploeg speel je. En wij spelen tegen een hele goede ploeg. Hoe vond je dat Bosgarli het deed tegen AZ? Niet goed. Tweede helft niet, hè? En hoe vond je dat Mauro eerder op die plek? Niet goed. Zou je met 2 controleurs naast elkaar kunnen gaan spelen? Ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om met elkaar daar zo over te discussiëren. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat weet ik. Maar nee, weet je, we hebben daar verschillende jongens die daar kunnen spelen. En we kunnen dat op verschillende manieren invullen. En we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ja, nou is een wedstrijd uit bij Paris Saint-Germain zonder... Of met Dest, met Karsdorp, met Veerman, met Schouten, met Perisic is al best wel lastig, denk ik. Wordt het nu niet gewoon een hels kawaii? Nee, geen hels kawaii. Maar nogmaals, we hebben een hele brede selectie. En we gaan dat op een andere manier invullen. En natuurlijk had ik graag die jongens erbij gehad. Dat had me meer mogelijkheden gegeven en meer vastigheid. Maar we zullen nu andere keuzes gaan maken. Tot slot, wat voor wedstrijd verwacht je? Eindelijk, gelukkig. Ik denk namelijk, want dat is wel interessant, als je naar de trainer kijkt, hoe hij met zijn ploegen wil spelen, dat is altijd dominant op balbezit. Als je kijkt in de Franse competitie, en ik zeg je, dat is niet makkelijk, heeft hij constant in de 70% balbezit. Dus dat geeft aan zijn idee over voetbal. En dat vind ik hartstikke leuk om naar te kijken en heel interessant. Maar wij hebben eigenlijk precies hetzelfde. Ja, wij hebben ook iedere wedstrijd buiten Sparta, toen we met 10 man gespeeld hebben wij ook in de 70% bal. Dus de speelstijlen,
in ieder geval de filosofie, die komt overeen. En dat maakt het vooral interessant, denk ik. Jullie hebben een extra wapen die zij niet hebben. De lange bal op Luc. Klopt. Wij hebben wat dat betreft meer een aanspeelpunt voorop. En zij spelen meer met een zwervende spits. Door de blessures die ze ook zij voorop hebben. Want ze ook zij hebben er wel een paar. He, dus dat ligt inderdaad anders. Maar de filosofie blijft hetzelfde. Veel succes. Dankjewel. Ga je excuus? Dan komt maar. Peter, moet je zonder Schout en Veerman... moet je dan eigenlijk anders gaan spelen? Of kun je als team toch hetzelfde blijven doen? Omdat zij zo bepalend zijn in het voetbal dat jullie willen spelen. Nou, ik probeer net al aan te geven. Hè. Je hebt een filosofie. Oh, en die is bij mij dan aanvallend en dominant. Maar de manier, ja, die kan heel verschillend zijn. En we zullen natuurlijk de manier moeten aanpassen. Omdat we die spelers er niet bij hebben. Die hele specifieke kwaliteiten hebben. En dat zou dus dan kunnen betekenen meer Luc de Jong zoeken. Ik noem maar iets. Dat zou een optie kunnen zijn, ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer opties. Ja.